Vandaag is LG's nieuwe UltraGear 38GL950G de ultieme gaming monitor. LG heeft een nieuwe UltraGear monitor, een ultrawide model, luisterend naar de naam 38GL950G. Ja, hij staat hier tussen ons in. Het is een knoepert van een monitor. Maar het is niet de eerste monitor met dit formaat en wellicht ook met dit panel wat we hebben gezien. Nee, exact. Het is een LG display en we hebben van LG al eerder inderdaad modellen gezien. Maar die werkt op 60 hertz. Het bijzondere hieraan is, dit is het topmodel uit een UltraGear lijn. Deze werkt op 144 hertz en hij werkt bovendien ook nog eens een keer samen met G-Sync. Dus ja, die combinatie van kenmerken hiervan, het is dus een Ultra HD brede resolutie, 1600 pixels hoog, dus dat is wat minder. Grootschermoppervlak, dus daardoor niet te hoge pixeldichtheid. Dat zorgt ervoor dat heel veel mensen hier heel benieuwd naar waren. Ja, vooral ook, vragen van lezers. Vooral ook omdat je zegt van hij ondersteunt G-Sync. We zien het ook op de voet staan en dat betekent dus variable refresh rate. En zeker met dit soort aantallen pixels is het wel prettig als dat werkt. Want op het moment dat je dus eventjes niet de 60 hertz kan halen, dan ziet het er door VR alsnog gewoon wat vloeiender uit dan wanneer je dat niet zou hebben. Ja, exact. Als je calculator niet bij de hand hebt, het is ongeveer 6 miljoen pixels wat hier in beweging gebracht moet worden. Dus toch wel beduidend weer meer dan zo'n ultrawide QHD monitor van 3440 bij 1440. Weliswaar iets minder dan 4K, maar ja, dit vereist een stevige videokaart en dan haal je niet altijd die 60 hertz, laat staan 144 hertz en dan is variable refresh rate absolute meerwaarde. Klein puntje wat we meteen maar even uit de weg moeten hebben voordat we gaan bespreken wat die allemaal kan en hoe goed die is. De prijs, want dat is wel echt een struikelpuntje. We hebben hem hier in de tabel gezet naast een aantal andere monitoren waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen is bijna hetzelfde of bijna hetzelfde, want vergelijkbare panels. En als we dan naar de prijzen kijken, dan is het geen subtiel verschil. Nee, hij is bijna twee keer zo duur als je doorgaans voor monitoren met dit formaat betaalt. Zeker 700 euro duurder. Ja, hij heeft die hogere refresh rate natuurlijk en dat is op dit moment uniek. Deze combinatie van specificaties is er niet. Lenovo en MSI hebben ongetwijfeld op hetzelfde panel gebaseerd ook monitoren laten zien. LG is in elk geval de eerste, wat natuurlijk ook wel kan, aangezien ze aan elkaar gelieerd zijn. Maar het is een enorme meerprijs. En als je dan gaat bedenken dat er in monitorenland, als je op dit prijsniveau komt, we hebben het over 2000 euro ongeveer wat deze monitor kost. 2000 euro, ja, er is veel concurrentie in monitorenland, zelfs op dit prijspunt. Maar ja, dan de hele kritische gebruiker gaat zich natuurlijk wel afvragen, wat heeft de beste prestaties? Dus ja, ik heb hier nu eerst eventjes in een tabel alles naast elkaar gezet om te vergelijken op prijs. Maar de vergelijking die wij maken is toch van wat bieden andere monitoren in dit prijspunt? Die misschien een ander formaat hebben, een andere verhouding, een andere pixeldichtheid, een andere refresh rate. Wat bieden die? Nou ja, daarvan zei je al, je hebt die ook naast elkaar gezet, dat zien we in deze tweede tabel. En dan zien we eigenlijk een heel divers landschap waar die in past. Ja, exact. Maar te beginnen is dan ook een heel goedkoop modelletje bij. Dat is op dit moment onze beste koop. Volgens ons dan op het gebied van ultrawide monitoren. Dat kost 750 euro. Dat is een bedrag wat je goed kwijt kan. Dan heb je ook G-Sync compatibiliteit. Ja, dan hebben we het over die AOC monitor daar die zo'n 750 euro kost. De AG352 UCG6, inderdaad. Maar als je zegt ik heb 2000 euro een stuk te gooien, dan kan je ook een G-Sync Ultimate of een G-Sync HDR monitor kopen van Asus of Acer, de PG27UQ bijvoorbeeld. Dan heb je een local dimming backlight, dan heb je ook 4K resolutie. Dan heb je allerlei zaken die dit model dan weer niet biedt. Nee, want deze biedt wel ondersteuning voor HDR, maar beperkt. Zullen we straks ook zien. En local dimming moet je hier ook niet op verwachten. Exact. Dus ik vind het zelf wat positief. Ik zou zeggen, er is tegenwoordig ontzettend veel te kiezen. Maar aan de andere kant, als je dit soort bedragen gaat vragen, dan zijn mensen ook super kritisch. En dan moet je dus een heel erg goed verhaal hebben om aantrekkelijk te zijn. En dat hebben we getest. Ja, want laten we maar eens gaan kijken hoe aantrekkelijk dat verhaal dan daadwerkelijk is. Bij een gaming monitor denken we dan uiteraard meteen aan reactietijd. Ja, daar zijn we maar eens mee begonnen. Wat we altijd doen is we meten de standaard reactietijd, hoe die uit de doos komt. We kijken hoe snel die maximaal kan. Maar uiteindelijk is de balans het interessant. Dus hoeveel overdrive heb je dat het niet resulteert in allerlei nare artefacten. En heb je ook zo min mogelijk ghosting. Voor 144 hertz, wat dit scherm is, wil je een responstijd hebben van 6,9 milliseconden op lager. Want anders zijn de pixels per definitie niet snel. Ja, dan zijn ze gewoon nog niet geschakeld voordat het volgende beeld er feitelijk aankomt. Exact. We meten op dit moment zowel een donker naar lichtgrijs transities als van zwart naar wit en weer terug. Dat kun je hier zien. Wat je meteen eigenlijk ziet is twee dingen. Eén, hij is snel genoeg om die 144 hertz zonder ghosting te tonen. Ja, want zelfs Toppie. Worst case hebben we met over 6 milliseconden. Exact. Maar dat is ook wel de worst case. En dan zie je ook dat eigenlijk alles waarmee we vergelijken sneller is. Dus wel, inderdaad, dat is het lastigste scenario.
Ik vind het nog steeds een prima resultaat. Maar aan de andere kant, ja, hier zit €2000 uit te geven. Dan ben je wellicht niet benieuwd naar de langzaamste in de vergelijking. Nee, nou, we zijn nog niet helemaal van onze stoel afgeblazen, als ik het kort mag samenvatten. Exact. Overshoot, want je had het, zei het al, het is altijd een mix natuurlijk tussen reactietijd enerzijds en overshoot en daarmee mogelijk beeldartefacten anderzijds. Nou, je ziet dat LG gewoon hier behoorlijk conservatief is geweest, want er is eigenlijk heel weinig overshoot. Als je bijvoorbeeld kijkt wat die Asus superbreedbeeld die we een tijdje geleden hebben getest en ook besproken hier doet. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dan ga je echt contouren zien rond bewegende objecten. Nou, dat zal LG geen last van hebben. Dus er is echt wel wat voor te zeggen, maar je moet verder kijken dan die responstijden alleen. En gelukkig is er ook echt allemaal ander nieuws, want als we gaan kijken naar de beeldkwaliteit, dan gaat die echt wel uitblinken. Ja, want als we bijvoorbeeld beginnen met helderheid en contrast? Ja, nou, je ziet dat heel veel modellen in deze range, die bieden een enorm hoge helderheid. Maar wanneer je naar SDR-beeld kijkt, wat toch de meerderheid is van waar je naar kijkt, dan is die 475 nits die dit ding produceert ruimschoot voldoende. Een TL-bak voor je hoofd feitelijk. Precies, dat zal je nooit maximaal gebruiken. Ja, de minimale helderheid van wit is dan weer wat minder. Als je in het pikkerdonker zit te gamen, dan is die 60 nits is eigenlijk te fel. Ja, het wil je gewoon donkerder om je ogen wat te ontlasten. Precies. En ja, het is een IPS-paneel. En dan voor een IPS-paneel is de zwartwaarde heel erg aardig. Maar ja, door die hele hoge maximale helderheid, dan zie je dat die matrix blokkeert niet genoeg licht. En je ziet dat de contrastwaarde is dan weer niet geweldig. Ja, rond de 1000 staat uiteen eigenlijk een typisch IPS zwaktepunt, om het zo maar te noemen. De monitoren die het heel erg goed doen, dat zijn VA-monitoren. Daar kom je gewoon niet omheen met IPS helaas nog altijd. Ja, precies. En ja, omdat het dus hij heeft geen local dimming, dus komen we dan straks op. Ook in HDR heb je hier wel last van. Maar ja, gaan we dan kijken naar de uniformiteit, dus de gelijkmatigheid van de verlichting van dat backlight. Dat is juist voor dit soort hele brede monitoren echt lastig. Nou, dat is echt fenomenaal goed. Dat betekent dat ook in de hoeken de kleurweergave net zo goed zal zijn als in het midden. Ja, inderdaad, je zegt al, voor grote monitoren en zeker ook nog gecurved en zo ultra breed is dit gewoon helemaal, helemaal dikke prima. Dus je zal weinig last hebben van clouding-achtige effecten in je beeld met dit scherm. Maar goed, aan de andere kant, voor €2000 mag dit ook wel, mag zou dat ik zeggen. Ook wel, ja. Kleurweergave dan? Ja, standaard biedt hij een P3 kleurbereik. En ja, daar is ook, als je gaat kijken naar de calibratie daarvan, is dat echt uitstekend. Eerlijk is eerlijk, we hebben LG in het verleden echt heel veel bekritiseerd, omdat met name de grijscalibratie gewoon niet goed was. Zagen delta E-waardes boven de 5 en dat is anno 2020 echt niet meer acceptabel. Nee, we zeggen altijd, hè, voor alle duidelijkheid, die delta E is een kleurafwijking groter dan 3. Is niet perfect. Eigenlijk alles onder de 3 zie je met het menselijk oog niet. Nou ja, 1,5 mag duidelijk zijn, dat is duidelijk onder die 3. Goed, ik nog even zegt, ik vergeet dat niet iedereen elke monitoraflevering krijgt. Klein beetje duiding richting de kijkers. En we zien hier ook de blokjes waarbij boven is wat gemeten en onder zoals het zou moeten zijn. Nou, moet je ook heel knap kijken om daar verschillen in te zien. Wat kleine verschillen in grijs verlopen, met name qua helderheid. Maar de kleuren zijn eigenlijk allemaal spot on. Ja, het is echt heel erg goed. Met name de blauwe waarde is, ik heb dan nog nooit gezien dat de monitor die zo erg correct wist weer te geven. Dus ja, qua panel klopt dit helemaal. Dus hij is echt gericht op gamers, hè? Maar je zou er zelfs ook gewoon kleurkritisch werken als bijvoorbeeld foto- of videobewerking mee kunnen. Uitstekend, zonder meer. Hij heeft ook een sRGB-modus en die is net zo goed gecalibreerd. En dan heb je dus, ja, dan houdt hij netjes dat kleurbereik en die gamma-curve aan. Het is natuurlijk wel een gebogen scherm. Sommige mensen vinden dat ontzettend vervelend als ze een rechte lijn in Photoshop trekken. Ja, dat conflicteert. Andere mensen zoals ik, die hebben daar helemaal geen last van. Ik wel, maar we gaan er geen discussie over hebben hier zo. Dat is echt heel persoonlijk. Iets om rekening mee te houden. Maar je kan hier absoluut qua kleurechtheid, kun je hier alles mee doen wat je wil. Ja. Nou, dan nog eventjes HDR, want dat is natuurlijk ook een dingetje. We zeiden al, hij kan HDR. Het is niet de allerbeste HDR-monitor. Officieel is het een HDR 400, een VESA HDR 400 scherm. Ja, nou, dat is eigenlijk vooral omdat hij de 600 niet haalt. Maar de 500 haalt hij dus wel makkelijk. Alleen wat we ook zien is, ja, er zit daar geen variatie in. Dus of je nou fullscreen wit doet of 5% wit. Je ziet bij monitoren met local dimming dat die vaak bij een kleinere dekking een helderder beeld kunnen produceren, omdat die leds dan nog wat extra kunnen branden. Dat kan hier allemaal niet, want er zit geen local dimming in. Nee, dat resulteert dus meteen ook, we zien het hier in zwartwaarde die gewoon, nou ja, het mag geen zwart meer heten eigenlijk met een half candela. Dat is gewoon donkergrijs. Ja, precies. Aan de andere kant, en dat zagen we net in SDR ook, de kleurweergave is wederom wel gewoon weer heel erg goed. Ja, en dat is opvallend, want dat is zeker bij monitoren die we tot dusver hebben gezien, is ook, want dit zijn de waardes met luminantie meegerekend, die zijn vaak echt heel erg slecht. En ja, dit is gewoon een uitstekend resultaat. Dus wat dat betreft een gaming monitor die echt heel goede kleurweergave heeft. Met name is ook wel eens leuk om te zien. Dan nog eventjes, niet een enorme bak licht, maar toch een heldere monitor energieverbruik. Ja, het valt eigenlijk best mee, 49 watt voor dit formaat en deze hoeveelheid pixels. De concurrentie met al die andere modellen kan in elk geval goed aan. Maar ja, het blijft een enorme smak met geld. Ja, en dan niet het energieverbruik, maar het aankoopbedrag.
Als we zeg maar alles, alle voor- en naast wegen, als we alle voor- en tegens wegen, moet ik zeggen, wat vinden we hiervan onder de streep? Nou, ik vind het een fantastische monitor. Als iemand tegen mij zegt, dan hier moet je het mee doen de komende 10 jaar, dan zal ik er echt niet rouwig om zijn. Maar als ze tegelijkertijd zeggen, je moet er €2000 voor betalen. Ja, en ook nog eens een keertje, je moet kiezen versus een G-Sync HDR monitor. Of een superbreed van 49 inch met een wat andere, iets lager aantal pixels of een iets hoger aantal pixels. Met een veel betere HDR-weergave. Ja, ik denk voor games dat HDR best wel belangrijk is. En als je een monitor koopt voor toch waarschijnlijk een jaar 5, 7, misschien zelfs 10. Dan ga je dat missen. En ik denk dat dat toch wel jammer is. Dus ja, ik denk dat die prijs echt omlaag moet, wil dit een succes worden. En ik hoop vooral dat die kwaliteit van calibratieniveau die we hier zien van LG, dat we dat in meer producten van ze gaan zien. Ja, zodat het ook naar goedkopere modellen door. En voor de rest, ja, we gaan het zien. Exact. Het model is natuurlijk nu net op de markt. We gaan zien wat de prijs over langere tijd doet. Ja. Oké, dankjewel. Tot zover deze video. Vond je deze video interessant? Geef ons dan een like op ons YouTube-kanaal. En als je daar dan toch bent, abonneer je dan meteen op ons kanaal. Dan krijg je elke maandag, woensdag en vrijdag nieuwe video's automatisch in je timeline. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.